Goedemorgen, welkom weer bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag. Ik hoopte dat mijn vlog hier nu al online zou staan, maar het, hoe noem je dat? Internet, of de stroom valt net uit, het stroomkastje is op. Echt toppie. Dus nu heel snel naar Eco Beast, daar liggen hun en dan ga ik daar proberen om een vlog... Hij moet nog helemaal uploaden en zo. Ik hoop dat het wel werkt. En dan moet ik op de terugweg maar even stroom halen. Gezeik ook altijd met zo'n kastje. Is helemaal niks. Maar goed, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video voor ons. Zo, het is druk, hè? Moet even kijken waar hun liggen. Kom nou. Oh, ik baal echt dat mijn vlog nog niet online is. Ik hoop echt dat ik het hier kan doen. Kijk, je kan nu ook die fietsen huren hier. Dat is ook nieuw. Het was eerst alleen maar stepjes. Maar nu ook allemaal fietsen. Daar liggen ze hoor. In de shadow. Kijk even hoe druk het is. Nou, ik ben nu hier maar aan het editen. Thuis geen internet, dus... Oh, hier is ook geen internet ineens. Domme. En de rest ligt lekker achter mij. Normaal. Kan het ooit een keer goed? Shrimp salade, shrimp. Ja. Wat had jij dan? Ik had... Oh, nee, dat is your. Ja, top. Kom maar van. Kutbatterij leeg. Ja, is mooi. Had je nou geen mondkapje op? Nee. Ah, boefjes. Kijk, hoe, wat is dit dan? Oh, hier ben ik ook nog nooit geweest. Roots. Daar mop, rechtdoor. Roots. Chris Steakhouse. Ziet er ook mooi uit. Wow, die lucht, hé. Is niet normaal. Have fun, enjoy. Thank you. So romantic. Hey, Moppy. Ze zo die deuren open gaan. Zo, ja. Heb je eindelijk je pina colada? Ja, maar dit is die echt. Thank die you. Lekker. Jongens, op mezelf. Nee, we gaan even proosten op jouw birthday. Ik ben benieuwd naar deze proef. Een foto met jouw okay. Ja, echt, die past bij je. Do we have a phone? Yeah. Yes, can we do just one with the phone? Is de code erop? Oh, no, I know your wat? I got your coat. Oh, okay. We can do. Oh, hij is in the middle. Oh, all right. Wow. Let me hear the glasses. Oh. 1, 2, 3, say Aruba. Aruba. Ah, dit was het beste. All right, family. Ooh, thank you very much, man. Thank you. Oh, het is wel lekker. Roast. Ja, deze is ook heel goed. Onze personal fotograaf, photographer. Oké, ik wil even toasten op Vice, op mijn man, op mijn hoofd. De toekomst, ja, geregistreerde man. Ja. Nee, ik wil even zeggen hoe trots op je ben. En ik hoop dat al je dromen nog uitkomen. Eigenlijk weer snapte die niet zelfs ieder jaar. Maar je bent nu 30, dus ik hoop dat er nu een soort van doel in het leven is dat je denkt van oké, je hebt een dochter, nu moet ik er echt werk van maken. Ik hoef je niet veel te zeggen, maar je weet wat ik bedoel. Je moet gewoon deel pakken waar je goed in bent, want je hebt een gave, je ziet het echt en benut het. Weet je, je kan zo ver komen. We love you. Cheers. Again. Lekker.
Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Zo leuk gedaan. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thuis en ik ga meteen slapen, want ik ben helemaal kapot. Zie je morgen. Deze is een keer aan. Lekker warm. We zijn weer klaar met werken. Zo. Ik heb even... Kom maar, Jake. Kom maar. Het hele huis weer aan kant gemaakt. We waren naar de zeerovers uit Jorse werk gegaan. Dus ik denk, kan ik mooi even lekker opruimen hier. Ik loop in mijn werk t-shirt. Schoon bedje lekker. Ligt meteen iemand op. Kijk hoe mooi deze kleur. Die wilde ik echt al super lang. Beige. Dus dat is ook weer helemaal gedaan. En dan ga ik nu... Eventjes, ik wil nog verf halen, zo, dus dat ga ik nu voor doen. Bij de Do-It. En ik moet ook nieuwe hars halen voor die plankjes. Dus ik ga even zo een broekje aantrekken en richting de Do-It. 5:30 is nu. Ik ben toch alweer lang bezig eigenlijk. Ik was 4 uur of 5:30 thuis. Het schoonmaken neemt toch wat van je tijd weg. Maar goed, ik moet gewoon een lekker schoon huis hebben. Anders heb ik echt geen rust in mijn hoofd. Zo, dit is een mooie foto. Wauw. Ik vind zwart-wit foto's echt heel mooi. Moet je kijken hoe gaaf. Deze wil ik ook wel. Echt super mooie schilderijen. Deze is ook echt prachtig. Ik wou echt dat ik dit kon maken. Tadaa. Dat spul is echt duur, man. Nou ja, valt eigenlijk wel mee. $25 of zo. Iets minder, denk ik. Je doet er wel lak mee. Ik maak hier denk ik een stuk of 20 bordjes mee. Als ik ze helemaal insmeer. Ik ben weer thuis en ik heb even wat dingen gehaald. Deze voor mijn make-up tafel. Hopelijk blijft mijn tafel... Zie je die lelijke tafel dan niet meer? Deze. Even een goede poeder. Nog meer van troepjes. Lekkere scrub handschoentjes. We hebben weer hars. Ja, op je internet zou je kunnen doen. We moesten tandpasta hebben. Een kwastje. Oh, nou ben ik zo'n ding vergeten. Sorry, die wou ik nog halen. Wattenstaafjes. Even een nieuwe foundation. Dat ik niet elke dag hoef te mixen met die crack foundations. Deze is wel heel mooi. Ja, dat wel. En dan met deze poeder erover. Heb je echt een mooie matte foundation. En elastiekjes en hoe noem je die dingen? Pinnetjes. Kom er even niet op. Dan wil mijn hond eten. En heb ik nog even verf gehaald. De kleuren die ik het meest gebruik waren er nu weer gelukkig. Kwastjes, blauw, lichtblauw, was dat het? Ja. Dit. Deze zijn ook wel fijn, hele fijne en hele rechte. Oké, ik ga even het eten maken voor mezelf en dan ga ik beginnen. We zijn voor het eerst aan het oppassen. En ik heb zo'n speciaal babygeluidje opgezet. Nu zijn we rondjes aan het lopen totdat ze in slaap valt in de woonkamer. En ze valt zo meteen hopelijk lekker in slaapie. En papa en mama hebben date night.
zo gezellig, de kleine. Ik heb ondertussen een marathon gelopen in de tuin. Maar deze kleine prinses die wil nog niet slapen hoor. Gewoon altijd aan het lachen naar mij en blij aan het doen. Dus ik zit nu naast haar en dan ga ik even ondertussen een serietje kijken. En dan als ze begint te huilen of iets natuurlijk meteen. Zit jij naar mij te luisteren, liefie? Ik vind het allemaal interessant, hè? Zij is echt... Ze wil overal bij zijn. Je bent heel nieuwsgierig, jij. Oh, ik ging serie kijken. Waar ga ik heen? Het is nu 8 uur pas. Ruikt goed met salade. Ik had nog mozzarella. Nu waren er nog wat salade, olijfjes, tomaatjes en wat Italiaanse kruiden overheen gedaan. Nu dan maar... Zie je kijken? Kijken of het lukt. Ze vindt het namelijk allemaal heel interessant. Zit meteen te kijken. Is mij gewoon gelukt. Ja, 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 ja. En daarom heb ik deze taart verdiend. Nee, het is me gewoon gelukt. Ze ging net wat zoals zij een klein beetje zo jammer dat ze echt moe is, weet je wel. Nou, echt 2 minuten. En daarna sliep zij gewoon heerlijk. Dus ik ga nu even lekker een appelpuntje voor mezelf opwarmen. En een chocomelly. En ik wilde eigenlijk nog verder gaan met die bordjes. Misschien dat ik dat ook even ga doen. En deze even neerleggen zo. Kijken hoe dat staat. Eerst even dit maken. Zo. Deze is echt heerlijk. Hier ga ik echt ultiem van genieten. Oké, normaal doe ik hier dus echt een uur over om die overloop te krijgen. En nu heb ik gewoon hier een rij wit gedaan. Een rij lichtblauw en donkerblauw. 1 keer of een paar keer zo gedaan. En kijk even hoe snel die overloper is. Lang leven deze breekwast. Deze aan het drogen. En die kleine slaapt nog steeds. Ja, ze is een cutie beauty. Ik ben al helemaal verliefd op haar. Ik ben even een theetje aan het maken. Nu even serie kijken. Wanneer was ik voor het laatst trots op mezelf? Nou, wat denk je van nu? Ik heb net een... voor het eerst een baby aan het slapen gekregen. Moppie, wanneer was jij voor het laatst trots op jezelf? Huh? Every day? Nou, dan zou je ze hebben hoor. Het water is weer aangesloten. We hadden dus geen water vanmorgen. Oh mijn god. Zo kut. Ik heb mezelf net klaar moeten maken. Met het enige water wat we nog hadden in huis. En dat is deze hele grote fles. Echt typisch weer wat voor ons. Als je hier zeg maar al 1 dag te laat bent met betalen, wordt je water afgesloten. Dus ik heb mezelf nog kunnen redden met die fles water. Oh, wat erg eigenlijk. Ik heb even mijn nagels gedaan, maar gewoon met van die tips en dan lakken. Kijk voor hoe lang dit blijft zitten, want het andere heeft niet echt heel veel zin bij mij. Dat heb ik al 10 keer gezegd. Dus ja, haar in een knotje, want... Dit kon ik natuurlijk net niet helemaal wassen. En ik moet straks toch naar de kapper. Dus ik ga nu snel, want het is 11:15 en ik moet er 11:00 zijn. Oké, ondanks dat ik vast was, ben ik precies op tijd. Ik had nog even eten meegenomen en nu bij de kapper. Dus
Gelukkig, ik stond nog helemaal vast bij Oranje Stad. Hele fijne highlights gezet. Waar ik heel blij mee ben. Kijk of je het zo kan zien. Ze hebben er blij mee. Ze hebben even lekker mijn haar gewassen, gepeund. En hier zeg maar die contour ook weer een beetje. Zodat het gewoon nog steeds donker lijkt. Maar wanneer het zonnetje erop schijnt, zit er dan echt een klein beetje highlights doorheen. Het is nu alweer 16:45. 6:30 moet ik dansen natuurlijk. Dus ik ga nog even thuis chillen. En zometeen gaan Fijs en Zu natuurlijk. En die kleine weer richting de Hollandia. Dus die gaan we even gedag zeggen. En dan straks dansen. En vanavond verder met mijn bordjes. Ben ik weer. Ik ben zo misselijk ineens. Het is nu 6:00. Richting dansen. Maar ik denk dat het door die, hoe heet het, komt. Die club sandwich. Oh man. Maar goed, het moet gebeuren, hè. Hopelijk voel ik me daarna beter. Dan ga ik voor de rest helemaal niks doen. Lekker liplijnetje, meid. Thuis. Het is nu 8:30 alweer. Oké, let's do this. Dynasty it is. Ik ben benieuwd hoeveel ik nog eigenlijk moet van Dynasty. Ik ben nu bij seizoen 2 aflevering 5. Hoeveel seizoenen zijn er eigenlijk? Dat weet ik niet eens. Wow, seizoen 4. 4 seizoenen bedoel ik. Goedemorgen. Rise and shine. Weer eens ophalen. Het is alweer een week geleden. Hé, liefje! Ik ben alweer een paar uur bezig met die bordjes. Het is nu 9:30. Hier zit pas de eerste laag op, de tweede. Dus moet echt nog wel een paar keer. Die witte pakt niet zo goed. Ik praat een beetje zachtjes, want Jor slaapt al. En ik had gelukkig nog 3 bordjes. Ik heb er dus nog 1 nodig met welcome. En ik heb het idee dat die het gewoon zo onder elkaar wil doen. Dus het zou wel mooi zijn als deze dan nog iets kleiner is dan de rest. En deze zijn ook wel goed gelukt. En deze kat is ook wel goed gelukt. Dus nog lang niet klaar. Maar ik wil ze eigenlijk aan het eind van deze week af hebben. En het is nu al woensdag. En morgen, normaal gesproken, ga ik altijd... wat zou ik zeggen? Morgen editen natuurlijk. Maar ik heb morgen afgesproken weer met Sharon. Die vriendin die ik al 3 jaar geleden... Waarmee ik even kijken hoe die was met haar. Zaterdag volgens mij. Zij gaat aankomende zaterdag weer weg. En we gaan morgen snorkelen. Dus dat is wel leuk. We hebben volgens mij 8:30 afgesproken. Dus ik ga er nu ook mee stoppen. En lekker slapen. Goedemorgen. Het is vandaag niet zo zonnig. En we willen juist gaan snorkelen en tennen. Moet je kijken wat een... Saai weer. Ik ben nog even bij IJsland Grind. En kijk, volgens mij gaan ze allemaal van die... dit soort dingen hier in de grond zetten. Zodat je daar lekker kan chillen overdag. Of tenminste overdag en zo. Het is wel heel druk. Maar wel goed. Ze kwamen net al met een iPadje helemaal achter in de rij. Dus het is echt best wel een lange rij. En heel kut. Ik maak net dit ding schoon.
En dan gooi ik die zender eruit van die Aukse muziek. En alleen Jordi weet hoe dat moet. Ik weet mijn god niet hoe dat moet of welke zender die moet ofzo. Maar goed, hè? Ik wacht nu even op mijn koffietje en dan ga ik door naar Cher. En op een of andere manier heeft mijn camera ook niet opgeladen vannacht. Dus ik film vandaag even met mijn telefoon. Waardoor het geluid in de vlog wel altijd verschilt. En dat probeer ik echt zo goed mogelijk te doen. Maar anders kan ik vandaag de hele dag niks filmen. Even laten zien. Nou, hier zit Cher dus nu vandaag. Het gaat volgens mij zo weer kaart regenen. Het is echt leuk hier. Gewoon een klein zwembadje. Welke kamer zat jij? Welke kamer zat jij? Wil je die kamer zien? Oh, daar ligt nog iemand lekker in zijn bedje. Ik ben wel benieuwd. We hebben een filmpje maken natuurlijk. Het gaat zo helemaal losbarsten als wij in het water zitten. Ja. Nee, komen we er niet meer uit. We trekken helemaal open en we hebben alleen maar... Kijk dan. Wat? Dit is toch gewoon dus voor hier eruit. Oh, lekker bedje. Wat irritant. Ja, voor ons. Oh. Hmm. Ja, dit bed wordt wel speciaal voor de dag gemaakt. Echt leuk. Ja. Ik wil die zelf ook wel. Dus of ik ook net, oh, ook netjes. Kijk. Nou, na 85.000 winkeltjes hebben we ze gevonden. Wel $17. Maar er zit wel een, noem eens een ding, floating kussentje in. Een floatkussen. Floatkussen. En deze hebben we van het hotel Share. Nu zit voor $5. Zet ze wel. Hey, we zijn nu bijna de enigste hiervoor dan. Zit er nou iets op mijn... Oh, mijn camera is nog steeds helemaal vol. Ik heb net eventjes na het strand een vriendinnetje weggebracht naar de airport. Ik ben net thuis. Het is nu 7:45. En ik ben voor ons even een heerlijk eten aan het maken. Gewoon weer eens ouderwets witte rijst, boontjes, kippie. Ondertussen had mijn lover het huis al lekker opgeruimd. Behalve dit natuurlijk, want daar ben ik mee bezig. Dus verder vanavond, ja, ik kon niet dansen natuurlijk, dat is wel weer echt kut. Dat is volgens mij de ene laatste les. Maar gaan we lekker filmpje kijken. En voor de rest relaxen. Oh, zo zie ik helemaal niks meer. Zo, Jordi is onderweg naar huis. Maar wat gaan we kijken? Is het een serie? Ziet er ook wel leuk uit, is. Ja. Leuk. Mij ook. MMA-vechter. Bruce. Goedemorgen. It's Friday. Bijna weekend. Morgen nog één dagje werken en dan heb ik lekker vrij. We zijn echt mega bijgekleurd gisteren. Ik heb nu ook geen foundation op. Even strak knotje in en ik ga nu richting Hilton. Even een paar uurtjes editen. Daarna heb ik met Isa afgesproken. Moest ik volgens mij nog even wat dingen halen of zo. En vanavond gaan we lekker eten en drankje doen. Zoveel spierpijn van het snorkelen gisteren. Dat was echt... Au. Ha, ha, ha. Kramp in mijn
Oh, in mijn been. Net wat ik zeg, dat was echt heftig. Je moet natuurlijk jezelf continu omhoog houden. Eigenlijk zou je gewoon zo'n reddingsvestje om je heen moeten hebben. Maar dan kan je dan niet naar beneden, maar dat hoeft ook niet per se. Maar dan kan je tenminste gewoon lekker drijven en naar beneden kijken. Nu, het was gisteren ook een beetje te wild het water. Maar... En we hebben gewoon de schildpadden gezien, dus we hadden gewoon mazzel. Ze zijn er dus wel nog steeds. Je moet alleen iets beter zoeken als je wat later gaat. Maar ik zou zeggen, haal ergens of neem van Nederland een, als je hier op vakantie komt en je wil lekker snorkelen. Op je gemakkie zou ik gewoon zo'n goedkoop reddingsvestje. Want dat, daar zag ik dus later ook twee mensen mee snorkelen. Die waren echt helemaal aan het chillen in het water. Maar ik verzoop elke keer bijna. Wat voor topje moet hier op? En ik had deze nog, maar hier voel ik me echt totaal niet lekker in. Dus misschien doe ik wel gewoon een zwart oversized t-shirt aan. Mijn haar is echt licht, hè? Oef. Als ik het zo los heb. Ik even wennen weer. Het is nooit goed, hè? Kijk. Nu is het zo. Dit hou ik sowieso aan. Dat vind ik wel leuk. Even een keer wat anders dan een jurkie. En nu nog een leuk shirtje. Oké. Dit is het geworden. Ik had dit t-shirtje nog. Die heb ik eigenlijk echt nooit aan. Maar die is ook niet te lang. Anders vind ik het ook weer zo slordig staan. Slonsig. Nou, lekker blondie. Hopelijk blijft mijn haar een beetje zitten. En dan hoef ik het morgenochtend voor werk niet meer te doen. Oh jongens, mijn hoofd, zelfs mijn, hoe noem je dit? Hier mijn hoofdhuid is helemaal verbrand van het snorkelen gisteren. Ik was even vergeten hoe erg dat, hoe snel dat ook weer gaat. Nou, dit is het dus helemaal. T-shirtje, leggingje en mijn faves. En dan neem ik gewoon het kleine schattige tasje mee, want dan is het toch nog een beetje... Wat stoerder. Past dan geen reet in, maar goed, hè, daar gaat het niet om. Alright, nou, we zijn gelukkig in ieder geval op tijd. Dus ik ga nu richting Bits & Cheese rijden. En dan zie ik Isa daar. Gezellig! Zelfs een zwarte soort kaars. Ik ken het niet. We zijn er weer hoor. Nou, wat is dit voor gezelligheid hier? We komen net van Bits & Cheese af en we gaan nu even naar de office. Dat is achter bij Bruto volgens mij binnen. Maar kijk hoe gezellig. Zo leuk. Iedereen er lekker aan het dansen is. Geweldig. Al die oudjes. Oké, Isa en ik zijn allebei met de eigen auto, dus... Ik zie jullie zo weer bij de Bruto. Hier moet het dus helemaal los gaan hierachter. Hier heb ik altijd gedanst, jongens. En dan hier. Hallo.
schat. Even kijken. Kunnen wij hier tussendoor? Nee. De muziek viel echt zwaar. Wow, ik heb de hik. Zwaar tegen. Want eerst begon het vet leuk. En daarna... Nee, die heb jij hem op. En daarna werd het een en al techno. En als ik ergens een hekel aan heb... Oh, ik heb de hik zo erg. Als ik ergens een hekel aan heb, dan is het techno ook. Dus we gaan lekker naar huis. Maar ik vind het ook wel mooi geweest. Want ik moet morgen gewoon werken. Echt jammer, want het begon zo leuk. Toch? Het was lekkere muziek en dan nu... Eindigt het in een fucking technofeest. Nee, sorry. Hikkie hikkie. En de rest kan sticky. Ik ga lekker, we gaan lekker slaapje doen. Lekker slaapje. Kijk. Lekker high-tea'tje. Dit is echt van alles zwart. Erwtensoepje. Het verschilt ook altijd. Bagel. Ocean sandwich. Suiker sandwich. Paté met... berry nuts en een tonijnwrapje. Heerlijk. Like.